Annabel neemt ons deze aflevering mee. Ja, we staan hier in de Bavaria Bar. Dit wordt de aankomende Grand Prix helemaal veranderd in het Max Verstappen Grand Prix Café. Alle fans van Max Verstappen komen hier samen en dan gaan we met z'n allen op twee schermen Max Verstappen kijken. En we hopen dan natuurlijk dat iedereen zijn Max Verstappen pet opzet en hier Max Verstappen komt aanmoedigen. Natuurlijk genoeg bier en vertier voor iedereen. Hapjes, drankjes, alles is aanwezig. Dus we gaan er weer een feest van maken. Welkom bij alweer de 30ste aflevering van Op de Hoogte. We geven je een sneak peek van de grote spectaculaire dinnershows die weer terugkomen naar Hotel Tiel. Binnenkort meer over de dinnershows in Op de Hoogte. Eindelijk! We gaan naar de Skybar op de bovenste etage. Er zijn natuurlijk skybars over de hele wereld. New York, Dubai, overal. En ja, in Nederland hebben we er ook een aantal. Maar dit wordt een hele bijzondere. We hebben de kleuren uitgekozen aan de hand van het mooie uitzicht wat je hier hebt. We hebben natuurlijk een hartstikke mooi ondergaande zon in de winter. En ja, 's avonds heb je een hartstikke mooie maan. Dus aan de hand van die kleuren die zich buiten afspelen, hebben we de kleurenpalet gekozen. En ja, iedereen moet zich hier natuurlijk thuis voelen. Dus we hebben warme kleuren gekozen. En ja, het wordt volgens mij een mooie bar. Zoals je ziet zijn we hier dus nog vol aan bouwen. En ja, hier in dit gedeelte krijgen we het iets meer lounge gedeelte. We krijgen dus een mooie bank hier in het midden van de bar. Met lounge zitjes lagen aan het raam. En ja, dat je zo dus heel het uitzicht over Tiel kan gaan zien. En dus ook ja, lekker een cocktail kan drinken, een hapje kan eten. En gewoon heerlijk kan genieten van de ambiance. Hier krijgen we een keukentje. Dus hier kunnen de mensen ja, bij de kok wat halen. Daarachteraan komt de bar met de cocktailbar erin en een hele mooie lange spiegels achter de bar waar ook allerlei flessen worden gepresenteerd. En we krijgen boven de bar een soort van gordijn om de hoogte te breken. Oké, gaan we naar het tweede gedeelte. Dit wordt echt het wat meer dansstagedeelte. Gedeelte. Dus hier komen ook hoge staattafels, wat een meer bar idee en op een hele mooie flessenwand met heel veel flessen. En ja, je kan dus ook weer helemaal genieten van het uitzicht. De volgende keer Op de Hoogte heeft Jan hoog bezoek. Nou, ik vind het echt fantastisch om jou even hier te hebben. Ik ben super jaloers, want ja, Tiel is natuurlijk wel het mooiste plekje van Nederland. Maar die stranden, die hebben we hier niet. Maar je hebt wel een mooi hotel.